Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Wat staat er dik geschreven? Ik ben nog in Barcelona, het is wel mijn laatste dag. Helaas pindakaas. Die meiden zijn allemaal aan het werk. Ik heb even lekker uitgeslapen. Dus ik ga zo meteen naar hun toe. Ja, kijken waar ze nu zijn. Ik heb vandaag echt weer super weinig gevlogd eigenlijk. Maar we zijn de hele dag lekker aan het werk in koffietentjes. En nu even de weekvlog aan het editen. Helemaal gezellig met de girls. Goedemorgen allemaal. Het is 4:30 s'nachts. Oh, ik heb last van mijn keel. Hoe kan dat nou weer? Ik moet naar de airport. Want mijn vlucht is om 6:30. En ja, we hebben een Bolt besteld. Vorige keer was mijn taxi fucking duur, 40 euro. Bolt is beter, 20 of zo. Oh, mijn keel. Ik ga niet meer gaan. Ik heb zoveel pijn. Ik kom door de airco, denk ik. Nou, jongens. Zo. Het is inmiddels gewoon alweer avond. De vlucht ging echt super goed. Ik was echt een uurtje maar op het vliegveld. En ging echt super snel. Toen kwam ik thuis, was ik helemaal kapot natuurlijk. Dus heb ik heel de middag geslapen. Een beetje gechilled, tempo gekeken. En nu zit ik gezellig met Stan bij Sunset. In Alfa. Lekker even een drankje aan het doen. En we hebben hier ook een rondje gelopen. Dus echt super leuk. En die zit hier echt... zo chill. Echt love it. Barça was echt top. Maar nou, nu zijn we lekker thuis. Wil je Barça zien, moet je vooral de vorige weekvlog kijken. Want deze weekvlog heb ik volgens mij niet heel veel gevlogd over. Dat is echt wel heel leuk. Maar nu weer lekker thuis. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb vanochtend lekker gesport en ik heb nu gedoucht en omgekleed. En ik ga vandaag lekker varen met mijn friends. Ik heb ze zo lang niet gezien. Oh, I miss my girls. Dus fucking gezellig. En dan vanavond ga ik bij Anne eten. En ik heb dit super chille setje aan van Pieces. Heel erg leuk. Deze slippers zijn er ook van. Fucking cute. Dus we gaan even boodschapjes halen voor op de boot. En dan gaan we lekker varen en chillen. Helemaal zin in. En ik ga eerst even wat eten, want ik heb echt ziek veel honger van het sporten. Nou, ik ben lekker met de girls aan het varen. Ook al zijn de meiden nu een ijsje halen. Alleen Anne is er. En het is wel echt fucking warm, maar het is niet echt... Nou, het komt omdat het nog een beetje bewolkt. Ja, het is een beetje bewolkt. Dus het is niet heel veel zonnetjes. Ik heb niet het gevoel dat ik bruin word. Dat vind ik wel jammer. Maar ik denk dat het wel meevalt hoor. Maar het is wel echt 26 graden. Ja. Maar het is wel echt heel chill. Gewoon lekker chillen, varen, drankie. Love it. Nou, Anne en ik zijn lekker van de boot af. Oh. Fuck. Staat niet aan, of wel? Oh. Ja. Ik denk opeens, wat heb ik voor ketting om? Maar we zijn nu lekker flanco gaan maken. Oh, wat goed. Met zalm en saran. Of doe je, wat doe je nou? Ja, eentje met zalm en eentje met saran. Okay. Lekker caprese. En hier zitten de vlammen. Fucking lekker. We gaan extra naar de beach kijken. En we zijn ziek erg verbrand. Ja, oh, vooral. Zeg maar, het was helemaal niet zo heel mooi weer. Dat vlogde ik nog. Maar je wordt echt zo bruin. Je hebt het gewoon niet door. Oh. Ik heb het niet gezien. Hey. Wat goed. Dit is echt niet normaal. Lekker extra aan de beach kijken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb vanochtend lekker gesport. En nu heb ik gedoucht. Beetje opgemaakt. Ik heb dit leuke outfitje aan. Deze is van de Bershka. En deze is van de Costes. En mijn Docs. En ik ga vandaag gezellig met Stan een dagje shoppen in Amsterdam. En ik ga daar ook een lashlift doen. Want ik ben uitgenodigd door Dash. Hun hebben nu een eigen lash. Brow en nail hoek in de H&M op de Dam. Dus ik ben uitgenodigd om daarheen te gaan en een lashlift te doen. Dus ik ben super benieuwd. Ik heb nog nooit een lashlift gehad. In ieder geval, ik heb het wel een paar keer zelf gedaan, maar het is natuurlijk heel anders. En Dashel heet het. Dashel. En dit is dus voor de eerste vestiging in Nederland. En het zit, ja, ze willen het gewoon een gemakkelijke experience maken om gewoon thuis je shoppingdag dit te doen. En het duurt ook maar 45 minuten, dus... fucking chill. Dus ik ben echt vet benieuwd. En ik ben zo ziek fucking bruin geworden gisteren. Echt bizar. Maar ik vind het wel chill. Ik ga even zo een koffietje zetten en dan komt Stan er zo aan. Godverdomme. Heb ik vandaag nou serieus niet gevlogd? Oh my god, wat is dit? What the fuck?
What the fuck am I doing with my life? Ha, ik wil niet dat dit een kut vlog wordt. Dan ga ik huilen. In ieder geval, het was vandaag een super leuke dag. Ik ben vandaag gezellig naar het strand. Naar Amsterdam geweest met Stan. En toen heeft hij allemaal leuke dingen gekocht bij de Zaar. En ze hebben lekker geluncht. Dat was fucking leuk. Oh ja, en ik heb een lashlift gedaan. Well, look at that. Ik heb dus nu gewoon geen mascara op, besef. Hoe chill. Heel erg blij mee. En dat heb ik dus bij Dashiell gedaan. In een store van H&M op de Dam. Vet chill. Maar ik ga mijn spullen pakken. En nu ga ik weer naar Stan toe. Want hij ging sporten. En ga bij hem slapen. Want hij moet morgen vroeg werken. Dus dat. Het is inmiddels alweer 3 uur. En ik ben de hele dag aan het werk. En aan het editen. En ik ben wel even lekker naar de Mackie geweest. En ik heb even zin in een koffietje. Dus ik ga even lekker een ijskoffietje maken. En ja, verder zijn we zo gewoon een chille dag. Gewoon lekker mijn werk aan het inhalen. Helemaal top. Oké, ik weet dat het echt heel erg leuk is om mijn baan als werk te hebben. Maar dit, hier blijf ik gewoon echt zo blij. Zo blij van, zeg maar. Ik word zo blij van mijn cupjes en verzorgingsdingetjes en bla bla bla. En nou heb ik dus weer een samenwerking met mijn favoriete merk. Look Fantastic. Look Fantastic heeft super veel merken. Eigenlijk veel meer merken als dat gewone parfumeries en zo hebben. Dus, en het is way cheaper. Dus ja, I'm a fucking fan. En ik heb weer nieuwe goodies besteld voor de zomer. En ik heb al zoveel leuke make-upjes daarvan. En het zijn echt een van mijn favoriete make-up producten. Daarom heb ik nu ook best wel weinig make-up. Omdat ik zo satisfied ben met mijn huidige make-up. Maar ik heb wel heel veel andere leuke dingen. Dus ik kan niet wachten om dit te gaan openen met jullie. Want, ah. Ik ben aan het editen en ik dacht, ik heb zoveel zin in een gin tonic. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon maken. Ik heb rose lemonade tonic. Gin in huis. Ik ga lekker ginnen. Zo wordt de video editen nog helemaal leuk. Wat mijn vriendin en ik hier dan dus op zeggen. Ben je alcoholist? Of ben je levensgenieter? Let me know. Oké, trouwens, ik ga jullie niet langer in spanning houden. Ik ga even de Look Fantastic unboxen. Oké, let's open the baby up. Let ik ook product dat ik van mijn everyday make-up routine gebruik. Hebben hun ook op hun site. Zoals ik zei, heeft het echt super veel merken. Beauty, verzorging, hair tools, zonnebrand, huid, verzorging, gezicht, alles. Ik ken het dus al, omdat ik vaker dingen bestelde. Omdat het dus gewoon goedkoper is op andere sites. Ze hebben super veel sale. Op verschillende merken. Staat in de beschrijving. Ik heb ook een kortingscode waarbij jullie dus extra 10% korting kunnen krijgen. Dus met de kortingscode SARAVLF krijg je 10% extra korting. Kan je dus korting krijgen op jouw meest favoriete merken. Hoe chill. Oké, ik ga me zo meteen ook opmaken. Dus ik ga een paar van deze dingen uitproberen voor jullie. Eerst heb ik deze opnieuw gekocht. Deze, dit is mijn favoriete body milk. Deze is super verzorgend. Ruikt heel erg lekker. Smeert lekker in en je kan er echt vet lang mee doen. Ik heb er meer dan een half jaar mee gedaan. Hij is echt super bekend. Ik denk dat de meeste van jullie hem ook wel kennen. Maar ik vind hem echt heel fijn. Even een zip van de gin tonic. Heb ik een shampoo van Kerastase. Deze shampoo had ik dus van Maggie geprobeerd in Barcelona. Zij had deze ook. En ja, mijn haar was zo mooi. En ik hoefde het echt gewoon een paar dagen niet te wassen. En het was zo fijn. Het ruikt ook heel lekker. Ze hebben op Look Fantastic ook Olaplex. Dus die kan je bijvoorbeeld ook met korting halen. Maar ook alle Kerastase shampoos en conditioners. En daar ben ik ook echt een groot fan van. Olaplex heb ik thuis hier nog. Dan heb ik een van mijn favoriete luchtjes. De Yves Saint Laurent Libre. Yves Saint Laurent. Want. En deze heb ik zelf nog nooit gehad. Maar ik ben er altijd vet obsessief mee. En ja, ik heb hem gewoon nooit gekocht. En nu dacht ik gewoon, ja, ik moet deze bestellen. Here's my baby. Oh my goodness. Deze ruikt zo top. Het is echt zo'n heerlijke everyday geur. Dan heb ik een contourstick van Stasia. En ik heb dus mijn welbekende contourstick van Naked. Die ik aan iedereen aan het aansmeren ben. Omdat die geweldig is. En ik wil gewoon kijken
of er ja, een ander stick is die net zo goed is. Stel je voor dat Naked er ooit mee kapt. En die van Naked is ook niet per se heel goedkoop. Dan is het niet eens echt een make-up merk. Weet je wel, er kunnen zeker verbeteringen in zitten. Hoe chill als dan gewoon deze bijvoorbeeld fucking chill is. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Deze moet ik zo meteen uitproberen. Hij brengt in ieder geval wel al heel creamy aan. De kleur is meer contour en minder bronze. Dan heb ik van Lancaster een tanning oil. Fast Tan Optimizer met SPF 30. Dus dat is top. Die was gewoon opgegaan omdat ik hem zoveel had gebruikt en had uitgeleend. En toen zag ik deze. Toen dacht ik, deze lijkt me ook vet chill. En die andere had ook maar SPF 15. En daardoor ben ik ook wel echt een beetje verbrand. Dus dit is gewoon top. Lekker een olietje met SPF 30. Word je snel bruin, maar ben je wel beschermd. Dus dat vind ik echt top. Hij is ook water resistant. Dus deze gaat zeker weten mee naar Curaçao. Kan niet wachten om daar lekker te tannen. Heb ik de welbekende Urban Decay Eyeshadow Primer. En ja, deze zie je altijd bij de grote influencers. In ieder geval, die zag ik vroeger altijd bij Beauty Gloss en alles vermijden. Dat dit de eyeshadow primer was. Misschien is hij nog wel helemaal de shit. Ik doe niet echt vaak oogschaduw op. En als ik het opdoe, dan blijft het ook nooit zitten. Dus eigenlijk wil ik dit vanavond ook gewoon uitproberen. Ik wist helemaal niet dat het zo'n kwastje was. Ik dacht dat het gewoon... Het is dus gewoon doorzichtig. Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik ook van Urban Decay mijn favorite all night setting spray. Deze is op, maar ze zijn allebei op. Dus heb ik een nieuwe. Yay! Blijft goed zitten. Deze is trouwens volgens mij mat. Want ik heb, zoals je ziet, echt super vette huid. Ik glim aan alle kanten. Dus ik ben een keer wel benieuwd om de mat te uitproberen. Maar lijkt me wel chill eigenlijk. Maar als je dat niet hebt, kan je ook... Kun je ook de normale nemen. En ze hebben ook zelfs de Ultra Shiny. Dus stel je hebt een hele droge huid, kan je dat ook juist doen. Dus ze hebben voor iedereen eigenlijk wat wils. Dan super old school heb ik de Real Techniek kwasten set. Dit was natuurlijk echt een paar jaar geleden ook helemaal de shit. En ik heb deze nooit gehad. Ik heb skeren kwasten letterlijk van AliExpress. Dus ik dacht, het wordt tijd om hier verandering in te brengen. Voor contour, oogschaduw... Lekker poedertje of zo. I don't know. Ik kijk wel even. En dus ook weer een... Hoe noem je dat nou? Bougie. Zet een beauty blender. Holy shit. Een beauty blender. En die van Beauty Techniques zijn veel goedkoper als beauty blender. Ze hebben beauty blender ook op Look Fantastic. Maar ik vind deze net zo chill. Dan iets waar ik echt vet benieuwd naar ben. Ik heb dit nog nooit bij mezelf geprobeerd. Maar dit zijn van die soap brows. En hiermee kon je dus echt zo je brows kammen. En dit wil ik ook zo meteen uitproberen. Er zit een spoelie bij. Waar je dus hier helemaal zo mee omhoog kan doen. En dan heb je hier die zeep. Ik wil eerst de Anastasia Brow Freeze bestellen. Maar die was er niet meer. Dus toen zag ik dit. Oh, dit is doorzichtig. Maar je moet dus het kwastje een beetje wat nat maken. En dan hier en dan kammen. Maar ik ga het aan jullie laten zien. Dus dat komt helemaal goed. Dan last but not least. Een... lekkere scrub. De laatste tijd scrub ik heel veel mijn benen. En ik merk dat het echt mooier wordt. Dit is gewoon een lekkere scrub met Himalaya zout. Dus ik dacht altijd fijn om in huis te hebben. En lekker te gebruiken. Nou, dit was de mini shoplog haul. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga zo meteen wat producten testen met jullie. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Oké, we gaan dus weer zo'n nacho bowl maken. Wat ik dus... in deze week toch volgens mij ook open. Oh. En oh, dit ziet er toch geweldig uit. Het is eigenlijk gewoon een Mexicaanse pokeball. En dan in plaats van rijst heb ik tortilla's. Maar je kan dit ook gewoon met rijst of zo doen. Je kan dit echt met alles eigenlijk doen. Ja. Couscous, whatever. Couscous heb ik gisteren nog op zo'n bol. Oh, lekker. Salade, couscous salade. Wij hebben dus zure room, salsa, maïs, tomaat, paprika, kwak... En we gaan nu een kaassausje maken. En we hebben nog zoete aardappel in de magnetron. Dan wordt het echt veel hoor. Ja, het is eigenlijk fucking veel als je het zo ziet. Denk ik, hoe ga ik dit opkrijgen? Maar dit zijn allemaal sausjes zowat. Ja. Fucking moker. Nou, die kaas is een beetje mislukt. Maar het ziet er wel heel lekker uit. Het is eet smakelijk allemaal. Nou, wij hebben lekker gegeten. We hebben nu fucking spiegel hier opgezet. En we gaan hier nu opmaken. Moker. Kijk, hij is kapot. Hij gaat heel langzaam open. Dat is goed.
Oh, waarom gaat altijd alles kapot bij mij? Oké, nou, al deze producten die hier liggen komen ook van Look Fantastic, maar... Het is heel veel lachen. Ja. 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 Nee, maar dat is het niet. Nee, daarvoor, ik heb ook al gin tonic op, hè. Daarvoor zaten we ook wat te gieren en te kutten. Nou, er was echt niks aan de hand. Nee, we zijn gewoon koken. Ja, hebben we heel die nacho fucking bol gemaakt? Zeg ik tegen haar, ja, je kan ook gehakt erin, want dan is het echt een maaltijd. Oh, dan moest eigenlijk gehakt erin. Nee. Ik zei, oh, dat moest zo. Ik had het helemaal niet door. We hebben die zonnegehakt gedaan. Ja. Ja. Dat was wel lekker. Maar ik had helemaal niet door. Ja, was heel goed. Heb je ook een liquid bush? Bush? Zullen jullie te veel op zacht zitten? Ja. Wat is deze nog nooit gezien? Hoe kan dat nou? Nee, ik snap het ook niet. Ja, dit is het niet. Dit is volgens mij geen carpool. Hij ziet er ook overal hetzelfde uit in Harry. Gewoon fuck it, echt. Het is heel fucking gezicht. Waarom nou? Wat is dat? I don't know. Kijk, ik heb ook deze, ja. Dat is oogschaduwpruimer. Ja, en dan deze. Ja, dat... Nee, die heb ik niet mee. Oh, dat is niet erg. Heb je zin in Nien? Heb je zin in een cocktail? Ik heb gewoon zin in wijn. Ja, ik ook. Maar ik hoop ook wel zin in gin tonic. Ik ga zo stuk of zo met de gin tonic. Hoe kan je zo, ja, hoe kan je zoveel gin tonic drinken voor het gebruik? Ja, me. Gewoon ook zelf. Ja. Ik probeer ook wel zelf te drinken, maar het lukt gewoon een soort niet. Oh, dat lukt mij wel. Nou, weet je wat ik nu heb in de koelkast? Alleen avond. Blikjes Baco, ja, dat is mijn leven. Gadver. Ja, wijn lukt wel. En mojito. Ik heb vanmiddag ook lekker gin tonicje op. Ik kan niet een vodka uit boer in gaan schenken. Nee. Dat is ja, niks lekker. Baco. Ja, maar wat is dit nou weer? Wodka Red Bull is gewoon een kroegdrankje. Nou, dat is gewoon echt, dat drink je niet voor je plezier eigenlijk. Nee. Dat drink je gewoon puur dronken. Oh, ja. Ja. Dat drink je zeg maar niet zoals gin tonic. Om de avond door te komen, zeg maar. Ik vind het echt leuk. Ja, het is ook wel lekker, maar dat ga je niet 1, 2, 3 snel inschenken, nee. Dat snap ik wel. Oh ja, oké, jongens, ik ga nu de contourstick uitproberen en staat, ja. Wil je wijn? Oh. Als hij niet creamy is, oh. Hij is wel eigenlijk een betere contourkleur. Die andere is heel bruin. Ja, die andere is deze gewoon... is wat grijzer, zeg maar. Wat, die andere is een beetje gemengd met rouge. Ja. Ik weet niet waar mijn broer zegt. Nee, dat is 14 jaar oud. Rouge. Heb jij ook de blush mee? Ja. Ik ben weer teringsnel. Ben we bijna klaar. Wow. Is die mooi? Wow, ja. Hij blendt heel mooi. Het lijkt weer een soort contour. Ja, dat is toch ook? Ja, maar ik bedoel een natuurlijke contour. Ja. Niet een bruine vlek. Nien? Oordeel? Nien? Wat? De contour? Ze hebben een andere contourstick. Ik heb een nieuwe contourstick. Welke heb je gedaan? Van Anastasia. Vind je wel mooi? Heel blendy. Hij is heel natuurlijk. Wat is ze nou? Ja, ik hou het toch eens op. Dat zegt ook echt. Doe eens even deze. Oh, ik wil die contourstick een keer. Ja. Okay. Ja, het is gewoon al 8 uur. Hè. Zo moeten we gewoon al weg. We hadden hier gewoon nog makkelijk op ons luie reet gewoon nog een uur gezeten. En dan stond boven voor de deur. Boog staat niet voor de deur. Zo niet? Nou, Nina gaat boven halen. Oh! Ik dacht dat ze dan boog ging poppen. Why was I thinking that? Nee. Met? Goed! Doe eens dan. Nee! Hey, dat staat op de vlog. Wie kijkt eens naar zijn oortjes? Nee! Zo'n springtje gewoon! Ja, ja, ik ben geen echte schaap. Ik vind die contouren echt heel mooi, kijk. Ja, het blendt echt heel mooi in. Oh! Zo, een beetje mee. Kijk hoe wit ik lijk. Vergeleken met mijn lichaam. Maar in het echt is dat helemaal niet. Oh ja. Nee. Wat is dit voor kut video? Heb je die action nooit gezien? Nee. Hoe was het? Leuk hè? Ja, niet meer. Het is gewoon muziek die iedereen kent al. Ja, dat is gewoon heerlijk. Gewoon een eentje. Maar dat ze Dive niet eens hebben gedaan. Nee. Jammer. Vond ik echt jammer, maar hij is ook niet heel bekend of zo. Hè? Nee, ja, misschien eerder bekend bij ons. Ja, wij luisteren heel veel. Ja. Ik denk als die kwam, maar ik kwam wel echt andere mooie nummers. Ja, hij heeft heel veel mooie nummers. Maar bij Perfect, weet je wel, ging echt, ik denk wel 3 mensen per keer. Echt? Ja. Maar dat vind ik dan weer niet origineel. Nee. Maar dat zou ook echt heel kut zijn. Van naast ons ging iemand helemaal juichen. Je hoorde elke keer om de een, nou, om de half minuut. Ja, dat vind ik bizar. Je wilt toch niet ten huwelijk gevraagd worden op een fucking concert? Ja, alleen was wel 2 van die Braziliaanse jongens. Ja. Die stonden met een spandoek of zo. Ja. En Sjurk vertelde ervoor dat hij zei van, vroeger had ik altijd een bril op, kon ik die spandoek nooit lezen. En nu heb ik mijn ogen gelezen, dus nu kan ik gewoon alles zien. Ja. En toen gaf hij een microfoon aan een van die gasten met zijn spandoek of zoiets, met een bord. En toen zei die gozer van, ja,
We komen uit Brazilië, helemaal hierheen gekomen voor je concert. Oh. Nou, dat is echt lang. En we zijn al sinds, ik weet niet hoe lang, fan van jou en zo. En dat is mijn vriend en ik hou heel veel van hem. En nu wil ik toch de mogelijkheid pakken om te huwelijk te vragen. Dat was wel echt een moment. Ja. Dat is heel anders, daar wordt echt een moment van. Ja. Dus Ed Sheeran zit ervan. Oké, hij zei, ook als je lezen is, oké, dat echt? Ja, maar hij maakt het waarschijnlijk bij elke show 20 keer mee. Ja, dat is gewoon niet bijzonder meer, denk ik. Nee, maar ik zou dat echt op een plek niet in het openbaar willen eigenlijk. Nee, een beetje private. Ik zou het echt niet in een restaurant of zo willen. Maar hoe kut daar ook? Het was gewoon in publiek, hè? Dat is bij jullie ook gevraagd. Want dan is het die kleine kutstotjes. Ja. Dat je niet goed op je knie zit of zo. Ja, wat fout. Helemaal kut. Maar hij heeft wel lekker vanzelf op het podium. Ja, gelukkig. Ja, maar dat moet ook wel, gast. Hallo. Hij zei wel dat Amsterdam ook de beste crowd heeft. Ja, dat is ook wel. Dus al die mensen, woe! En ik dacht echt weer. Oké. Geef dat eens, dat met die witte dop even. Heeft dit ook gedaan? Ja. Wat leuk! Let's go! Ik ga van het Sobrows proberen, ken je dat? Ja, dat ken ik. Echt een soort van gelig. Ja, dat gaat echt omhoog staan. Heel benieuwd of het kan met powder brows. Heel mooie make-up. Ja? Ja. Dat komt allemaal door die contour. Nee, dat komt echt door deze primer. De die eerste brand. Eerste die was T18. Oh. Kan hem hier normaal? Oh, nou, lekker filmpje. Hij is in die tijd best depressief. Tof verhaal te vertellen. Ken je die nog? Ja. Ik ken deze niet. Nee? Nee, je hoort straks wel. Ken je deze niet? Ik ken deze wel. Moet in het water een beetje. Gewoon, het is ook nog maar gewoon vrij gaan. En toen dacht ik, nou, we kunnen ook wel naar thuis halen. Hier, kijk, ik heb ook zo'n soep. Oh ja. En dan nooit gebruikt. Ja, toen dacht ik, ook nog thuis, want daar zijn nog kaartjes voor. Ja. Je ziet een duidelijk verschil. Oké, dit is nu mijn ring brow. Nou, kijk. Dus dat is hier net even wat... Heb jij lipliner? Wat minder perfect. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het juist mooi. Wat zeg maar, voller ook. Ja, oh, dus... ik vind het echt heel mooi. En ook minder perfect, meer een soort... Je moet letten op droog eerst. Ja. Heb je een lipliner? Nee, ja, pas met Lizzo. Van about that time, in a minute, I'm a Nina. Cause I give a fuck, way too much. That's just what I got. Oh, even. Hij heeft echt nog wel pijn in gang, DLC, dat ik al niet. Ik heb nu toch wel een lipliner. Ik wist dat dit zo kwam. Ja. Ik wist... Oh, jij bent gewoon de bol. Ja, maar ik ga ook gewoon niet drinken. Ga je morgen werken? Ja, gewoon schoonmaken. Schuren. Ja. Dus ik mag ook gewoon mee beginnen. Ja, de alle tweede schuren. De nee joh, moet wel echt laat de kut auto staan. Ik vind deze oh, ik vind het nu wel goed gelukt hoor. Ja? Mm-hmm. Maar ik moet even iets meer zo. Nee, ga ik mezelf achterkant op. Ja. Oké, ik heb dus nu die primer opgedaan zo met het kwastje. Super chill. En het matteert ook een beetje. Heel chill. Oh, ik denk... Nee, jongens, hij is echt kapot. Hij gaat niet meer open. Open doen, je kan het zelf openmaken. Ja, maar ja, dan moet ik het elke keer openen. Maar dat is heel erg kut. Nee, laat het vallen. Ja. Ja, Sof is lekker aan het werk. Oh, liefie. En wat heb ze? Fucking mokershots. Lekker de vingers zelf likken. Borrelplank. Ja. Ja, kaas. Kaas en frituur. Kaas en kaas, worst, frituur en echt mijn best doen. Ja. Ja. Oké, komt goed. Zwarte telefoon, joh. Staat ik nergens. Oké, gaan we een shotje doen? Ja, ik durf. Maar kijk hoe groot dit shot is. Ja, maar ik ga niet in één keer. Nee, dit is zonde. Dit moet je dippen. Ja, oh. Limoncello is heel lekker dippen. En vooral bij Koen is limoncello. Nou, ik ga wel een klein shotje nemen dan. We gaan een shotje nemen. Als doen we het te helpen. Ja. Het is heel koud. Oh, lekker. Hij heeft een vriesje gezien. Ja. Ja, maar die glazen dat moet ook ingevuld. Dat moet ook. Tot de helft, ja? Nee. Oké, okay, nou, voor wie hoeveel je wil. Ja, op een proesten. Op een mook ga je zomaar. Ja. Gast, die is al, die is al begonnen. Maar, okay. Maar nee. Oh, ik dacht de helft van. Oh. Hij is wel heel lekker. Oh, heel lekker. Oh, dat is lekker. Hou je het wel? Wel, lang maar. Hij stelt het niet meer scherp. Oh, dat kan niet.
Zo, wij hebben even een partij een mokerplank. Holy shit. Wat goed. Ik zie alleen geen kaas, Bo. Oh ja. Nee, kaas hebben ze niet. Nou, over de nachos. Ik dacht dat komt ook. Ja, en hier is ook kaas in. Ik ga aansnijden bij de. Oké, we hebben nu een lekkere kaasplank. Oh, wat goed. Dit is echt genieten, meiden. Oh, dit is lekker. De beste, hoe noem je dat ook weer? Server. Waitress. Waitress. Even in het Engels. Mijn bellen. Ik was hier wel wild voor. We zijn echt fucking lit. Woe! Hey! Laat even mijn nummertje gooien. Wil je lijkt je zonnebril zien? Dit is een echt geil nummer. Oh, 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 oh. Let's rock. Let's rock. Let's rock. Everybody knows how rock. So dance to the jailhouse rock. Moet je maar de gitaar, hè? Hij filmt. Oh, ja. Ik heb dit weer binnen. Nee, oh, even. Dat is joh, toch? Ja, dat is geweldig. En de night falls. Oh, I wanna dance with somebody. With somebody. How do you love me? Nee, hij gaat nu pas in de corner. Nee. Nee. Ik zie hem nog geen lichtstel. Hele goede morgen, maal. Het is vandaag alweer zaterdag. Gisteren was zo fucking gezellig. We waren helemaal naar het lopen. Maar het was zo gezellig. Het was zo leuk. Ik ga nu even koffietjes voor mezelf zetten. Because I need it. Oké, jongens, we zijn bij de McDonald's. Zo gaat het niet recht. En June. En June. En Bo. En bij de 20 euro krijg je dus een frietsaushouder. Hoe geweldig. Dankjewel. Ja, ik dacht ja. Dat ik dat kreeg. Jeetje, ik heb me echt weer opgelicht. Dit is altijd zo. Wat heb jij ook een rare bus in de auto? Wil jij ook een slokje? Ah, oh, moet snel huilen. Nee, nee. Nee. Oh, dat was een autopiep. Niet. Kijk, je ziet dit. Dit filmpje moet ik echt houden. Met chicken! Spicy! Nee, niet voor Johnny, sorry. Voor Johnny, not for you. Hoeveel raampje ook voor Johnny? Hier, chili dip? Ja, beter. Chili dip? Dip, dip. Wat goed! Dip, dip. Volgens mij is deze kwaliteit. Maar weet je wat ik altijd heb met de mini snacks van de McDonald's? Nou. De korst klopt altijd niet. Deze, de vorige keer toen ik die kaas snacks hadden, was die korst veel te dik. Oh. Ja, ze hebben. Ja. Nou, die bitterballen had ik een keer op. Oh. Daar vond ik helemaal geen aars aan. Bitterballen hadden ze ja. Ook. Je apple pie vond ik ook niet lekker. Nee, ik ook niet. Dat het helemaal een hype was, maar... Die vond ik te zoet. Oké, we gaan mogen. Nou, die spuiten met chicken, daar heb ik nooit in steek. Oh! Is het goed? Ja. Ze zien er heel vers uit. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja. Maar ik denk ook dat er tot nu toe nog niemand kaas schenkt eten wel, want het is echt... Hoe laat is het? Ochtend. Ja. Goedemorgen! Dat vond ik zo, zeg maar, een judge ding. Dus ik zat ook zo van, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Hoe laat is het dan? Oh. Ja, bijna middag, joh. Oh, 12 uur. Wauw. Hartstikke legit. Hartstikke legit. Oh. Ik wil ook even een cheese snack proeven. Tuurlijk. Dip, dip. Ik vind het toch te ver weg staan. Ja. Maar ik vind het wel leuk om het zo te laten houden. Ja. Dit is wel goed. Oh, ik vind deze heel lekker. Ja. Jammer. Maar lekkerder. Lekker. Maar sommige kaas...
vlees die je bestelt bij een restaurant of zo. Zijn ze soms zo slap en zo. Ja. Zou je naar een restaurant plaats maken? Ja, gewoon zo'n borrelmix. Als je gaat borrelen of zo. Ik was ooit een keer uit eten met er ook een ander vriendinnetje mee. Ja. En die zaten best wel in een chic restaurant. Maar zij zeg maar niet echt van het gek eten. Ze heeft niet carpaccio al gek. Ze vindt het inderdaad wel gek. Zij zei, hebben jullie ook frikandel speciaal? Nee. Wat? Fuck? Maar dat heb je zelf niet eens bij een normaal restaurant, zeg maar. Veel in rappen. Echt veel kaas in die snacks. Ja. Ze zijn goed gevuld. Zijn jullie nou aan het boren? Dus nog was het met jou dat ik toen nat werd door die dingen? Mama, wat is er buiten? Dat ik zei het regent. Huh? Door die sproeiers. Was het niet met mij hoor? Oh. Ja. Weet je zeker? Was dat hier? Ja. Weet je nog die snap van het regent? Oh! Laatst een buitje of zo, ik wou zeggen. Oh, die kutsproeiers. Toen ging ik maar rijden, toen dacht ik dat het regent helemaal niet. Wat lullen wij. What the fuck? Maar wat is hij nou aan het doen dan? Ja. Ook heel irritant. Ik vind nou niet heel erg vernieuwd. Alleen die palen zijn nieuw. Van binnen hebben ze het nou ook helemaal vernieuwd. Oh. Maar daar zijn ze nog bezig, denk ik. Oh, is het al... oh nee, het is open. Oh. Toch vind ik dit een van de weinige Macs waar bijna nooit iemand binnen zit. Ja. Want eerlijk, Bodegraaf is altijd veel drukker binnen. Ja. 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 Maar... maar je hebt er ook aan het door. Dus hier ga je echt heen als je in de auto wil zitten. Ja, dat is ja. Waar. Nou. Ja. Ik vind dat deze McDonald's echt veel omgeving heeft dat werd aangetrokken. Want bij ons in de buurt is gewoon geen McDonald's. Nee. Iedereen daar gaat hierheen. Nou, deze is wel belangrijk. Ja. Of uit Hoorn. Ja. Het is een beetje zo warm hier, hoor. Pak Juna niet al die kaasvleetjes. Nee, wat nou leuk. Ze is echt teringbraaf. Ja. Dat is cute. Gaat er ook niet aan zitten ruiken of zo? Goed zo, Juni. Goed opgevoed. Mag je ook een cookie? Maar het is wel echt een tophond hoor. Even serieus. Netjes. Verbaas me er echt over. Katjou. Heel lief. Het is een droppie. Een droppetje. Mmm. Really warm. Mhm. Jawel. Wat is de rest van jullie dagplanning dan? Werken. Oh, werken. Jij? Ik wil even werken, maar ik ga er niet van komen. Denk. En ik wil even het huishouden doen. En ik ga straks even een mokerstuk lopen met John. Nee. Waar? Dat weet ik nog niet echt. Ik denk Nieuwkoop. Nee. Dus dan denk ik dat het jou eerst af. Ja. Dit hoor ik niet waar. Ja. Ik vind die spicy met jullie zo tof. Ik vind die niet normaal. Hij is echt spicy. Ja, hij is echt spicy. Hij is echt... Ik wil ook in de McDonald's nooit. Ja, is hij zo spicy? Mm-hmm. Ja. Oh. Nou. Ja, ik vind hem echt geweldig. Ik vind de gewone McChicken al fucking lekker. Nou, die vind ik mooi. Dat vind ik lekker. Dan heb ik liever iets anders. Dan heb ik liever die chili chicken. Nou. Ja. Of homestyle. Weet ik niet. Nou, die vind ik weer heel heftig. Ja. Die is wel lekker, maar moet je wel echt zin in hebben. Ja. Hij is zo groot en... Dus eet lekker weg. Maar een hamburger of een cheeseburger vind ik de top. Ja. Ja. Of quarter pounder. Dat is gewoon een grote cheeseburger. Ja. Die vind ik echt fantastisch. Ja, die ander weet ik eigenlijk een beetje te vaak. Die neem ik eigenlijk nooit. Waar? Niet? Weet je wat ik vroeger altijd nam? Big Tasty. Ah! Echt? Die is heel lekker. Die is het niet meer. Hoezo niet? Toch? Wel? Ja, volgens mij was het echt zo. Mijn ouders nemen die altijd nog steeds. Ah. Ik weet het echt niet. Ik dacht een special edition was. Je hebt nu de Homestyle Crispy Chicken Mexican. Dat lijkt me dan weer mee. Oh, er zitten nog niet chippies op. Nee. Gaat het? Nou, dat zie je toch? Nou, dat kan ik echt niet zien hoor. Dat doe ik niet. Ik wel. Op dat kaas ligt zo'n chippy. Oh, ik dacht meer dat er misschien iets van boontjes op die sla zaten. Oh, dat hoop ik niet.
Ik zou bang zijn dat het gaat. Maar hij zegt mooi. Ik zou hem lekkerder vinden als hij nog iets wateriger was. Ja, maar ik vind het wel goed dat ze eindelijk keer zoiets doen. Ja. Want ze hebben alleen water of fris. Ja. Ja, ik vind hem wel lekker. Oh. Joe. Zo, in 10 minuutjes lekker opgevroten. Maar eindelijk echt zo. Ik ga nu lekker sporten. Ik heb de week vlog online gezet. Ik heb dit superleuk sportpakje van Stronger aan. Favorite brand ever. Ik ga even sporten. Ik ga denk ik buik doen. Misschien billenbenen. Misschien cardio. Ik ga even kijken. Hoi, het is zaterdagavond. Ik lijk lekker voor jou. Dit is de vibe. Dit is de vibe. Deze schoenen zijn ook de vibe. En we zijn weer bij Bo. Hey, niet het alleen. Bo is niet het alleen en we zitten hier. Cheers. En ik heb gin tonic, fuck my life. Zo lekker. Ook boos voor de nachten. Op jou zit te wachten. Je hebt keihard voor gelogen. Personen, mienen, dremmen, rogen. Ilona wil erop. Gaat in je ogen. Met z'n allen, ik niet meer voor jou. Ik kan ook nog kijken. Nee. We hebben ook nog gin, hè? We hebben ook... Die is er klaar mee, want ze is de bom. Doei! Ze is er één keer een vodka. Niemand zegt dat ook niet doen. Ik zei het. Oh, thanks. Ik heb pipa genomen in de tank. Ik heb de hele nacht op jou gericht. Niemand van Jezus. Oké, het is kort voor 1. Dit is zondag bedoel ik en het is kort voor 1. Goed verhaal. Ja, ik heb altijd zo gezeik hier, want mijn auto staat hier nooit. Omdat ik ga drinken en dan kan niemand me weer ophalen. Maar nu komt Sophie er in nood mij ophalen en thuis brengen. Want het is zeg maar een kwartier met de auto van hier. Ik kan niet naar huis lopen of rennen of zo. We zijn lekker aan het varen. Van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Hey! Al ben ik van de kaart, jij kent mijn namen niet waar. Hey! Jij kent je lach niet van mijn gezicht, maar ik wil van binnen. Soms vond ik het van mijn allemaal, gisteren was echt een super gezellig dag. Maar het is al nu alweer maandag. Dus ik wil hierbij de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Het was weer echt een super gezellige, leuke week. Bedankt voor het kijken. Support your girl. Volg, like, subscribe. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!